Nice. Als jullie dat horen, ze zijn aan het rennen. Oh, kinderen. Ik wou even wat filmen, maar toen zag ik die kinderen uit de deur komen. Wat zei, wat ouderen. Bijzonder. Ik wist niet dat die daar ook wonen. Misschien. Maar goed, anyways. Ze heeft nog meerdere dochters. Nou goed, anyways. Maar dat is voor mij. Wauw, mensen. De Spanjaarden zijn geïnspireerd. Oh, het is on... Het is bijzonder. En ik voel gewoon hun enthousiasme. Daar word ik zelfs te enthousiast van. Want ik dacht, ik moet nu uit dit huis. Ik moet fietsen, frisse neus. De zon gaat onder. Oh, misschien wil ik nog... Oh ja, maar ik mag... Ik kan pas inderdaad. We hebben een tijdstip afgesproken. Dus ik ga er dan daar naartoe. En dan is dat al donker. Dus dat is ook al prima. Maar goed ook. Ja, inderdaad. Want in het donker vind ik het leuker om te zingen op straat. Want dan heb je niet zo het zicht dat iedereen naar je kijkt. En aangezien ik dus mijn bril kapot is. Ja, hey. En there is... Hey. Ik ben homeless. Kan ik mijn bril niet maken. Dus, maar goed, ik heb al, ik ben al maanden, ik ben in december ben ik al begonnen om toen in mijn moeders huis al te oefenen. Om te zien, om meer te voelen, wat ik al zeg, als een slechtziende. Ja, wauw. In het huis daar, bijzonder, bijzonder. Dus dat proces herinner ik ook nog als dag van gisteren. En ook dat verhaal dan van de Jumbo. Waarom het ook zo belangrijk is dat veiligheid voorop staat. Toen bezig waren met de fietsen. Parkeren. Toen zag ik een vrouw naar binnen gaan. Slechtziend. Oh, als zij daar overheen gevallen was. Oeh, people. En hun stonden gewoon te chit-chatten in een hoekje daar. Oh, weet je, ik vergeef ze. Want hey, kinderen van deze tijd die nu werken. Oh my god, their name. Is it because of those tablets? Wow, they're just like robots. But hey, you gotta wake up. We gotta wake up. But anyways, let's just snap out of that. Anyways, dus dat, maar goed, terug naar het verhaal. Maar ze zijn geïnspireerd, mensen. Fantastisch. Dus leren. Dus ook in het donker leer ik dan ook fietsen. Slechtziend. Maar goed, weet je, die politie heeft me wel een bekeuring gegeven. Maar ik ben homeless. En ik heb daar is, je weet je, 50 cent. Get rich or die trying. Maar hey, hoe ik heb geleefd deze afgelopen periode, onvoorstelbaar bijzonder. Daarom, mensen weten het verhaal niet, maar dat is dus ook logisch. Je hoeft het hele verhaal niet te weten, want anders is het boek en de film natuurlijk saai. That's why we keep the little details for ourselves. Oeh. Maar ze zijn geïnspireerd. En weet je, ik voel hun energie, dat is zo mooi. En het mooie is, ze beseffen ook helemaal nog niet van wat ik hun ook kan bijbrengen. En dat besef ik wel, omdat ik aan het leren ben voor mezelf, maar ik leer van hun. En uiteindelijk, oh, kan ik hen daar ook in begeleiden? Want dan zien ze, oh, hey, we want to listen, we want to learn from you. Maar hey, als je te veel vertelt over jezelf... Kijk, ze zitten in hun enthousiasme, hun zitten echt, dat is zo bijzonder. Hun bolletjes, ik zie ook hoe vol hun zijn. En dan deel ik ook iets, maar goed, heel bijzonder. Maar dat is voor mij om te weten. Maar ik weet dat ik hen daarin ook heel veel in kan helpen. Men heeft mij ook geholpen en ze helpt mij nog steeds. Ieder mens die mij helpt tot deze dag, man... Zo dankbaar voor. Die help ik ook terug. En ook in kleine taken. Vegen, schoonmaken. I love to do that. That's peace. En daarnaast gewoon, weet je, dat zuster Anne, dat is ook waarom wij zo fijne verbinding. Ik groei steeds beter naar ze. Maar op een echt een hele mooie, bijzondere band. Die ik wel later weer kan loslaten. Want hey, ik vind het wel belangrijk. Dat ik, oh, ik kan niet van afscheiden. Dat zei ik altijd, maar... Oh, maar ik leer mezelf daar nu ook beter in beschermen. Door dat ook makkelijker los te laten. Want hey, wij gaan... We hebben een ander leven. Een nieuwe life, people. Nieuwe life somewhere else, like I said. DB. Ja, ik praat voor de toekomst. Dennis, die zei altijd tegen mij... Ja, je denkt niet aan de toekomst. Je kijkt niet vooruit. Oh, brother. What do you think I'm doing now? And I was already busy. But hey, you were in your own world. And that's not my world. And not my children's world. And not my little kitty cat's world. Now... Dus ik leer weer hele nieuwe dingen uit deze netwerk in deze omgeving. Daarom als ik straks ook weer terugfiets, vredevol. Mijn stem is dan zachter. Dan zing ik ook zachter. Dat heb ik ook van Sinaya geleerd. Oh, een bijzonder kind ook. Ik vroeg haar mening. En toen zei ze, ja, die toon is, je toon is net iets zo. Dus ik ging zachter zingen. Hey girl, I learn. Thank you. Dus soms zing ik wel wat harder, wat luider natuurlijk. Maar dat is om je stembanden te trainen. En ook verschillende artiesten, gewoon liedjes van hun nazingen, is ook je stemmen trainen. Hallo? Er zijn verschillende schakels in je stembanden. In je lijfkast, die wil je allemaal wakker maken. En hey, elk artiest heeft een sleutel. En samen hebben we de mega sleutel. Even voor dit moment, voor ons allemaal. Oeh, exciting. Thank you for the Spanish vibes. Want
totdat ik nodig, mensen. Dat is dankbaarheid zijn. Wauw. Oh, liefde is zo mooi en bijzonder. Liefde voor de mens, maar ook gewoon... Oh, ik was niet van plan om verliefd te worden. Is this really starting into like that? I don't know, but hey. Oeh. En de dankbaarheid. Hun zijn ook zo dankbaar. Hij is ook zo dankbaar. En ik ben ook dankbaar. We zijn allemaal dankbaar. En weet je, hoe vaak je dankje zegt. Fantastisch. Oh, of I'm sorry. Weet je hoe vaak ik altijd zei I'm sorry. Maar hey, dat doe ik al niet meer. Mij zijn getuigen die dat kunnen vertellen. Maar hey, dat is een fase. Dus ik begrijp ook waar hij nu in zit. Bijzonder. Want hey, we zijn allemaal mensen. We zijn allemaal gelijk. Allemaal anders, maar wel gelijk. Different mindsets. Different views. Different sides. But when we create all those views, the beautiful views together, wow, master view.